Hey kijkers van PoKevin, mijn naam is Kevin en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video waarin ik een gloednieuw product ga openen, namelijk de Paul Dayan Adventure Chest. Een product die ik heel graag wilde openen op deze release dag op 1 maart als je dit kijkt. Omdat ik heel erg positief ben over dit product. Deze box zit vol met promokaarten, 7 om precies te zijn en ook niet de minste, een Sprigatito EX promokaart, de Tandem Mouse. De Palmy en Palmot EX en promokaarten. Met allemaal een hele fijne, mooie foil eroverheen. Dus die wilde ik graag heel even aan jullie laten zien. Dat is niet het enige wat er in deze box zit. Dat laat ik hier ook al eventjes zien. Er zit ook een soort mini verzamelmapje in. Een kleine binder voor de kaarten die je zou vinden. Ik gebruik die zelf eigenlijk nooit. En deze super cute, schattige... Ja, wat is het? Een soort stressballetje-achtige Pikachu waar je een beetje in kan knijpen. Deze is regelrecht naar Finn, naar mijn zoon, gegaan. Dus ik heb hem niet heel lang mogen vasthouden. Maar hartstikke cute dat hij er ook in zit. Er zit ook een deckbox in. Een stickervelletje met een aantal leuke stickers met populaire Pokémon erop. Maar deze deckbox is de grote verrassing. Want naast die 3 promokaarten die je net in dat mapje voorbij zag komen, zit er ook nog een soort promokaarten... Ja, verzameling in die deckbox met deze Palmo erin, met Palmy erin, met een hartstikke leuke foil die je eigenlijk normaal op die kaart helemaal niet ziet van Tandem Mouse. Maar deze kaart, deze Pikachu promo was de reden dat ik deze box sowieso wilde halen. Want kijk heel even naar deze artwork op deze promokaart. Ik vond hem echt super vet en alleen daarom wilde ik de box eigenlijk al hebben. En als je nou denkt, dat vind ik toch een beetje prijzig, want deze box kostte €40... voor 7 promokaarten. Het is niet het enige. Je krijgt er ook in dit flapje gewoon nog 6 packs bij. Vind ik zeker redelijk. 1 base set. Eentje Paldea Evolved. 2 Obsidian Flames en 2 Paradox Rift. Dus eigenlijk gewoon een beetje een soort celebration van de afgelopen sets. De 151 zit er uiteraard niet bij. Maar goed, dat nemen we maar eventjes voor lief. Ook de Paul Dayan Fate zit er niet bij. Maar goed, we beginnen gewoon eventjes vanaf het begin. Scarlet and Violet base set. En we gaan gewoon eens kijken of er ook nog een paar hitjes in de box verstopt zitten. Dat zou namelijk de box nog meer compleet maken. Ik ga heel eventjes snel door de packs heen. En de hitjes die bespreken met jullie. En zoals jullie zien is het wederom achteraf opgenomen. Dus mijn handen zijn vrij. Ik neem dit soort openingen altijd gewoon op en dan ga ik er achteraf een review over geven en gewoon wat ik er van vond. Dat vind ik eigenlijk altijd zelf het prettigst werken. Dan kan ik er gewoon lekker vlotjes over praten. Mochten jullie nou een keer een opening willen zien die live is opgenomen met een live reactie op de kaarten, dan moeten jullie dat zeker achterlaten. Dan kan ik daar zeker eens naar kijken. Maar voor nu vind ik dit gewoon een hele lekkere stijl om op deze manier te werken. Er zitten tot op heden nog niet echt hitjes bij. Het zijn vooral reverse holos en regular holos bij de base set en bij Paldea Evolved. Dat is een beetje jammer. Dus we gaan snel verder met Obsidian Flames. Een set waar de pool rate zo hoog was dat alle kaarten gedipt zijn qua waarde. Dus laten we even kijken of we daar misschien iets in kunnen poelen. De Charizard zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar of die erbij zit, dat laat ik heel even in het midden. Hier komen ze. De 2 reverse holos, dus geen illustration rares. Maar wat zit er achter deze kaart? De Claydol. De Claydol die ik echt duizenden keren uit de boosterbox heb gehaald. En ook duizenden keren dus hier in mijn bulkmap heb zitten. We hebben gelukkig nog een Obsidian Flames, dus nog een keer een kans op die Charizard. Dus laten we even kijken of die erin zit. Ik vind eigenlijk zelf met 6 packs in deze box, met 7 promos, met zo'n leuk poppetje met een deckbox en alles erop en eraan. Het best wel een box die ja, worth is om te halen. Gewoon best wel veel waarde heeft. Een Clefable EX. Geen slechte hitje. Ik had hem nog niet. Dat moet ik erbij zeggen. Ik had deze nog niet. Dus voor mij was dit een hitje. En was ik blij met deze kaart. We gaan verder naar Paradox Rift. Dat zijn de laatste 2 packs die in deze box te vinden zijn in die zijflap. En daarnaast vind ik de box zelf ook gewoon hartstikke leuk om te bewaren. Die ga ik waarschijnlijk hier ergens achter me ook nog neerzetten. Ik ben een beetje bezig met een achtergrondje. Ik heb daar wat graded kaarten. De Lego Bulbasaur of de Mega Bulbasaur. De Mega Eevee Pikachu staat erachter. En uiteraard, van het Van Gogh Museum. De leuke artworks. In deze pack zat ook niks, maar laten we hopen dat we eindigen met een hitje in deze laatste pack van Paradox Rift.
Ik hoop dat jullie het een informatief leuke video vonden. Dit keer niet met prijzen, met weet ik het allemaal. Want het is gewoon een hele nieuwe box. De kaarten, de promokaarten zijn ook vrij nieuw. Dus vandaar dat het eigenlijk gewoon een beetje een laten zien video is. Elekid was ik heel erg blij mee. Jullie zien al aan de webcam border Electabuzz, mijn favoriete Pokémon. Dus dat was zeker een welkom reverse holo. En hierachter zit... Ik moest eventjes moeite doen, want hij zat vastgeplakt achter deze kaart. Dat was een beetje jammer. Nog een klein hitje. Ik had hem wel al, maar de Skeledirge EX is een hartstikke mooi kaartje om te hebben. Dus ja, hier nog even alle hitjes op een rij. Ik wil in ieder geval jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie dit informatief, leuk. Laat het dan wel even weten door een likeje. Vind je deze video's nou leuk en wil je me wat vaker volgen, dan is abonneren ook helemaal gratis. En dan hoop ik je een volgende keer te zien. Dit waren in ieder geval een beetje de hitjes. Met natuurlijk als grote klapper de Pikachu promokaart. Waar ik echt hartstikke blij mee ben. Dan rest mij nog een tipje. Geen spon, helemaal niet. Maar ik vind het gewoon leuk om deze jongens te promoten bij Elite Game Store. Daar heb ik mijn box ook vandaan. Die zien jullie zo meteen ook heel eventjes in beeld verschijnen. Zij geven gewoon hele eerlijke prijzen. En ja, ik haal er eigenlijk altijd wel een leuke waarde uit. Dus ga zeker heel eventjes checken op hun website als je deze box ook wil halen. En dan zou ik zeggen, mensen, tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken.